zo doen. Ah, gast! Team op! Bij Igmar. Hoi, dit vraag je voor de 36e keer misschien af wat wij op dinsdag doen. We staan hier bij een snelweg. Dat is niet de reden waarom we hier zomaar staan. We gaan vandaag namelijk mee met onze vriend D-Way. Jazeker. Naar Summer Festival in België. Antwerpen. Woe! We hebben er zin in. We gaan hem nu ophalen, want we moeten nu naar Breda. Ja. Daar woont D-Way en we gaan met hem mee naar het festival. Ik ben heel benieuwd. Feestveren. Cool. Gezellig. Normaal gesproken bij ons in de studio, maar nu opeens in een busje in België. Dwayne, wat doen we hier? Ja, we gaan friet eten. We zijn onderweg naar het Summer Festival. We zijn een beetje aan de late kant, maar dat mag. Ja, want hoe laat moet je? Ik moet om 3:00. Het is nu 2:30. Ja, en we moeten nog een eind rijden. Gaan we het redden? Oh man. Nee, we gaan het redden. Even om te weten hoe het allemaal... We zitten hier in een hele bus vol mensen. Hallo. Hey. Hallo. In de auto met alleen vrouwen natuurlijk. Gaan we bier drinken? We gaan bier! En patatten. Yeah. Maar dat is geen zin. Daar zijn we ons hier voor. Kamertje, jongen. Kamer. Ja. Ken je dat filmpje van One Direction? We have the best fans in the world. Dat ze dan een draai. Ja. Ziek, hè? Dat is heel raar. Had je niet verwacht, hè? Ik weet niet wat je altijd doet tevoren. Ja, ik krijg altijd een massage. Zo, springen zo. Ik kom maar. Ja, daar zijn we nog niet zo goed. We zijn beginnende tourmanagers. Wie? Was je tourmanager? Straks, jongen. Gaan we nu zeggen. We gaan genieten. We gaan in het publiek staan. We gaan vol springen vooraan. Vond je het leuk? Lekker, het zeker lekker. Hey, bedankt voor het drankje. Yeah! Ah, mijn rug! We gaan op jacht. Wie zoeken wij? We gaan op DJ jacht. Nee, misschien zien we ze in het wild. Jägermeister. We zijn op zoek naar een DJ in het wild. DJ's in het wild. Kijk, daar ergens loopt Jay Hardway. Hij heeft ons gezien! DJ Spot Tour. Dwayne, we hebben weer een DJ gespot. Ja. Oh, we hebben een DJ gespot. Oh. Hey! Het is in met Oscar, jongen. Als dit. Heerlijk, man. Met jou? Yes, zomaar opeens in het huis van Dwayne. Dwayne. Dankjewel voor de gezellige dag hier. Jullie ook. Ja. Vorige week vroegen we of je hieronder even een felicitatie of een haatwens voor Joep wilde plaatsen vanwege FIFA. Die ik had verloren van Joep. En daar hebben we ook een winnaar. Dat ging hard, hè? Dat ging hard vorige week. De winnaar van vorige week is... Niels Kleijzing. Jij krijgt een Bij Igmar prijspakket. Komt jouw kant op. Gefeliciteerd. En we hebben ook weer een nieuwe vraag. Mocht je nou een Igmar prijspakket willen winnen, dat kan. We hebben heel veel Igmar prijspakketten. Geven we aan jou. Als je weet hoe deze kat heet. Dus hoe heet de kat van D-Way? D-Way gaat het niet zeggen. Nee. Maar dan is het hele ding eraf. Dus mocht jij durven gokken hoe die heet, zet het even hieronder. Maar Ernie. Kunnen we nou een einde maken? Zet het even hieronder. Dan komt het vanzelf wel goed. Liefde en tot. Wil je nog meer backstage filmpjes zien? Filmpjes achter de schermen, dingen die er buiten de studio gebeuren, snap je hem? Backstage, dus niet helemaal op de stage. Klik dan even hier, hier kan je nog meer backstage filmpjes zien. Wil je de karaokebar zien? Lekker zingen, met wie dan ook. Klik dan even hier, allemaal filmpjes van de karaokebar. En ondertussen altijd eventjes hier je abonneren. Duimpje omhoog, hebben wij liefde voor je.